Ja, goedemorgen kerk. Goedemorgen, goed jullie allemaal weer te zien. Gaat goed met jullie? Net zo goed als met mij? Ja, jullie zijn de sneeuw voor natuurlijk. Ik dacht, ik ga nu. Mathilde zou naar Maasbracht gaan vandaag, naar Midden-Limburg. Maar ze dacht met code oranje. Nou, dat wordt een beetje te gek, dus zij is gewoon hier in ons midden. Goed om jullie allemaal te zien. En hallo aan Rotterdam, want Rotterdam kijkt mee met ons. Daar is Rotterdam, zie je. Als je achterom kijkt, zie je Rotterdam daar. Laten we Rotterdam even begroeten. Dag Rotterdam, City Life Church Rotterdam, Daniel en Wendy, we houden van jullie. En jullie maken mooie dingen mee. Ik ga iets zeggen over Rotterdam. En dan gaat Henke Ciara, die gaat er heel blij van worden. Want Rotterdam en CLC Rotterdam, we zijn natuurlijk bezig met Hart voor het Huis volgende week. En we gaan twee dingen doen in Rotterdam. Met, het is trouwens één familie, één huis, verschillende kamers. Dus, één ding is dat we Wendy iets meer willen gaan vergoeden voor alles wat ze doen, voor Daniel en Wendy, in de financiën. Dat is hartstikke mooi, dat gaan we doen vanaf Hart voor het Huis. En het andere, ze hebben een kantoorachtige ruimte op het oog voor CLC Rotterdam. En Ciara weet er alles van. Dus het is kantoorachtig. Achtig. Het is niet helemaal kantoor, het is niet helemaal achtig. Het is een beetje. Dus allemaal naar Ciara aan het eind van de dienst in Rotterdam. Wat bedoelt u daarmee? Dat is Ciara weet er alles van. Oké, daar zal ze heel blij mee zijn, want die denkt: oké, daar staan er 150 mensen straks. Hé, we gaan bidden. En ik heb een mooie foto meegenomen hier even. Die hangt als je hier op kantoor staat, die op het scherm. Ze noemen ons Pinkstergemeente, dat is niet helemaal, ik hou niet van stempels, maar goed. Zo stonden we 10 jaar geleden in de krant, lieve mensen, 10 jaar geleden. Toen had ik nog een mooie bril, vind je niet? Mooi hè? En hier is een foto, is ongeveer in die hoek genomen. We waren natuurlijk alles aan het verbouwen en alles aan het regelen. En het grappige is, als je daar leest, dan staat, we hebben 440 mensen aanwezig. Dus de kerk is goed voor ons, goed genoeg, want die past er wel in. Eén dienst. En er staat ook helemaal aan het eind van het artikel, onze eerste dienst die we zullen hebben in onze nieuwe kerk 10 jaar geleden is de kerstnachtdienst. Enkel fout. 1 kerstnachtdienst. Dan gaan we weer gauw naar huis. Ons team heeft er nu 6 op het programma staan. Dat is nogal een verschil. Ja, dus super wat de Heer heeft gedaan de afgelopen sinds daar 10 jaar. Laten we God een applaus geven voor dit gebouw, voor het wonder van dit gebouw. Dat is echt iets wat je nooit moet vergeten, want dat is echt super, super mooi. En wij allemaal, jullie allemaal, hebben meegebouwd, bijgedragen om te brengen voor wat het nu is. En the best is yet to come, zeggen we altijd tegen elkaar. Het beste ligt nog voor ons, geloof je dat? Vader, dank u wel Heer, dat we in uw huis mogen zijn vandaag en dat we u mogen dienen, mogen aanbidden met vreugde. Heer, dank u wel voor het wonder van deze kerk, van Rotterdam, CLC, wat daar gebeurt, zo mooi. Heer, dank u wel voor uw voorziening, de familie die groeit. U bent goed, Heer. Ons hart is open, ons denken is alert, spreken we uit om te horen wat de Heilige Geest wil zeggen tot de gemeente. In Jezus' naam, amen. Dus ik ben enthousiast over Hart voor het Huis volgende week. Jullie ook? Ja. Enthousiast over. Dan moet je wel een beetje gek zijn om enthousiast te zijn over een offer wat je mag brengen. Maar nee, als je snapt wat we doen, dan word je wel enthousiast. Ik heb me voorzitter bereid gisteren en ik dacht, ja, wat mooi is. Ik ben oprecht enthousiast om te mogen deelnemen aan het offer voor komende week. En omdat ik weet, het is een investering. Een investering in Gods Koninkrijk. We hebben het ook een beetje genoemd, hashtag ik investeer. Dat heb je gezien hier en daar. Het is niet, ja, je geeft geld aan de kerk. Ik wil je niet vragen om geld, ik wil je vragen om te bidden. Om te bidden wat God tegen je zegt. En ik weet je, dit is grappig. Voorgangers onderling zeggen het zo. Ik vraag je niet om geld, ik vraag je om te bidden. Wat wil je, wat denk je dat God tegen je zegt? En waarschijnlijk zegt God meer dan ik. Nou, jullie vinden hem niet leuk. Voorgangers vinden dat leuk. Nee, waarschijnlijk kan God meer zeggen dan wat ik kan doen met mijn inspiratie vandaag. Weet je neemt de tekst, de Bijbelteksten mee naar huis die we zo. En dan ga je bidden en ben bezig. Ik investeer. Ik weet wat ik doe. Ik weet waar ik in investeer. Ik weet wat u gedaan heeft 10 jaar geleden. Omdat zoveel mensen jarenlang hebben geïnvesteerd, trouw. In Gods huis hebben we kunnen doen wat we hebben zien gebeuren de afgelopen 10 jaar. Dus het is zo mooi om dat te weten.
En volgende week is Peter Pauwe hier, dus als je weet, en het is super mooi dat hij ineens een gaatje had. En, hij zit in ons bestuur, adviesbestuur. En dat wordt een feestelijke dienst. 10 jaar de kerk, Peter die het woord zal brengen. En het hart voor het huisoffer wat we zullen brengen. Dus ik zeg je in het voorbereiden daarvan, en neem de kaart mee naar huis. En schrijf op waar je God voor gelooft. Als je Gods huis zegent, wil hij jouw huis zegenen. Dat geloof ik echt. En volgende week zullen we het ophalen en dan 31 januari, oudejaarsdag, zullen we nog eens uitgebreid de tijd nemen om voor iedereen te bidden en te zalven. Maar met de gastsprekers Peter Pauw wil je hem ook de ruimte geven. Dus dat doen we dan op die manier. We vergeten het niet, maar we doen het op 31 januari. Is dat oké? Hey, we gaan even kijken naar 1 Timotheus 6 vers 7. Ik heb best mooie teksten en kijken. Maar weet je, mijn droom is dat je van de Heer gaat houden meer en begrijpt wat je doet. Als je hem zegent. En hier staat vers 17. Hun die rijk zijn in de tegenwoordige wereld moet je bevelen niet hooghartig te zijn. Hun hoop gevestigd houden op onzekere rijkdom. We weten dat rijkdom onzeker is, toch? Zijn er hier mensen geen handen omhoog die bitcoins en zo? Hoe onzeker is het allemaal? Maar, dus daar moet je je hoop niet op vestigen, maar op God die rijkelijk te gebruiken geeft. Om wel te doen, rijk te zijn en goede werken. God geeft het je. En mededeelzaam om mee te delen van wat God je geeft. Waardoor ze zich een vaste grondslag voor de toekomst verzekeren om het ware leven te grijpen. Je leest er snel overheen, maar dat woordje zich. Is dat onderstreept? Nee? Die onderstreepdingen die moeten wel onderstreept worden, want dat zijn accenten. Zich, het gaat om jou ook. Degene die snappen, oké, God geeft me dingen en ik vertrouw. God vertrouw mij daartoe en ik investeer, ik geef, ik ben vrijgevig, zoals hier staat, om wel te doen, rijk te zijn, de goede werken, mededeelzaam, zodat ik weet, zich, dat is het ik, dat ik, er gebeurt iets met mij en voor mij in de hemelse gewesten, in de onzichtbare wereld, in de toekomst. Dat is investeren, toch? Ja? Oké, nou, iedereen enthousiast, heel goed. Hey, we gaan een beetje praten over vrijgevig en hoe vrijgevigheid eruit ziet. En in de Engelse Bijbel is het zo, het woordje believe, geloven, komt 272 keer voor in de Bijbel. Je zou denken, geloven, weet je wat, dat is heel belangrijk. Bidden komt, want dat klopt volgens mij niet, dat staat hier 37 keer, maar 300 zoveel keer voor in de Bijbel. En love, liefhebben, dat is echt, daar gaat het echt om toch, 714 keer. En geven, in de Engelse Bijbel give, 2161 keer. Dat laat een beetje zien hoe belangrijk God het vindt dat we geven, een stijl, levensstijl we van geven. Al zo lief had God de wereld dat hij gaf zijn enige zoon, ja toch? De motivatie van vrijgevigheid is wat je wil geven, je wil God dienen. Ik lees even een stukje uit 2 Korinthe 8 vers 1. En daar staat boven de collecte voor Jeruzalem. Broers en zussen, wil niet onthouden waar Gods genade tot stand heeft gebracht. Daar staat charisma, niet genade van Amazing Grace, maar charisma heeft gebracht in de gemeente van Macedonië. Ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld, vervuld van een overstelpende vreugde, ondanks grote armoede. Grappig is dat, dat kan God alleen. Grote armoede, grote ellende, zwaar op de proef en toch ook grote vreugde. Dat was de houding van die kerk in Macedonië. Hier schrijft hij dat aan de kerk in Korinthe. Korinthe was misschien wel de meest rijke kerk. En Paulus zegt, ik laat even iets zien over een kerk die heel arm was, zwaar in de vervolging. En moet je kijken wat hun hebben gedaan. Eigenlijk doet Paulus daar een beetje een stukje politiek. Hey, lieve Korinthe, met al jullie rijkdommen, kijk eens wat die arme kerk in Macedonië heeft gedaan om jullie te bemoedigen en te inspireren, wat kunnen jullie doen? Ik verzeker je, ze hebben naar vermogen gegeven, zelfs boven hun vermogen. Uit eigen beweging hebben ze ons dringend verzocht. Zij wilden zelf geven om mee te mogen doen aan de collecte. Paulus had misschien gezegd, jongens, jullie hebben al helemaal niks. Jullie zijn de armste kerk van mijn hele bediening. Laat maar zitten, laat Korinthe dat doen. Laat Jeruzalem wat geven. Maar nee, ze wilden meedoen. Ze wilden mee. Ze hebben uit eigen beweging dringend verzocht. En hier komt vers 5 waar het vandaan komt, de echte motivatie. Ze gaven aanzienlijk meer dan we hadden verwacht. Door Gods wil gaven ze zichzelf in de eerste plaats aan de Heer. Dat is de kern. Je geeft jezelf in de eerste plaats aan de Heer en vervolgens ook aan ons. Middels de collecte die ze hebben opgehaald en nou, dan wordt Timotheus die wordt dan aangedrongen om dat goed te regelen allemaal. Vers 8 zegt hij, ik zeg dit niet als een bevel door
op de inzet van anderen te wijzen, wil ik nagaan of uw liefde oprecht is. Dus hij gaat ze een beetje vergelijken met elkaar. Kijk eens wat hun deden in hun armoede. En weet je, waar staan wij als Korinthe? Tot ten slotte, kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven? Hij was rijk, maar omwille van u arm geworden, zodat u door zijn armoede rijk zou worden. Nu gaat hij weer terug naar de motivatie. Ja, ik vergelijk inderdaad een beetje die twee keer. Maar eigenlijk, dit is de motivatie. Jezus is arm geworden, heeft al zijn rijkdom afgelegd. U kent de liefde van Jezus, dat is de motivatie om te geven. In uw eigen belang raad ik u het volgende aan. Als het gaat om financiën, als het gaat om, weet je, voel je vrij. Ook als je hier bent, misschien kom je net, misschien wel voor de eerste keer, misschien tweede, derde keer. Met kerst, met de geboorte van de Heer Jezus, brengen we altijd een speciaal offer. En dat noemen we hart voor het huis offer. De Heer Jezus is gekomen, de wijzen uit het oosten kwamen. En we hebben van hun geleerd, waarom zullen we hem niet eren? En sommige mensen zeggen, oh, met kerst, dat is een dure maand, zeggen sommige mensen. Hoe kunt u nou... Hoe verzin je dat om juist met kerst zo'n offer, zo'n hart voor het huis extra collecte, zeg maar, te doen? Het is al zo'n dure maand, ik zeg, maar dat is nou juist de uitdaging. Het is een dure maand dat we gaan eten en jurkjes kopen. En ik heb ook jurkjes gekocht. Prachtig. Nee, laat ik Mathilde doen. Maar ik wil juist dan zeggen, ja, waar gaat nou, oké, het is een feestmaand. Maar wat is het feest en waar gaat het echt heen? Dus weet je wel, juist dan. Om uw eigen belang raad ik je het volgende aan. Er moet niks, maar ik raad het je aan. Je hebt al goede bedoelingen getoond en rond dat nu af met dezelfde inzet waar je mee begonnen bent. Dan blijft niet bij het goede bedoelingen. Dan blijft het niet bij goede bedoelingen alleen. Ik had eigenlijk willen, maar dan ga je het doen. Dus geef naar vermogen. Als je bereid bent mee te doen, wordt dan niet verwacht dat u geeft van wat u niet hebt, maar van wat u hebt. Dat snap je, hè? Je moet geen dingen geven die je niet hebt. Want daar vraagt niemand om. Dus de motivatie en het advies, weet je wel, vanuit je liefde die God heeft gegeven aan jou en de liefde die je hebt voor hem. Zo mooi is dat. Hey, we gaan even kijken, hoe ziet vrijgevigheid eruit? Een paar puntjes daarover, met wat teksten erbij. En doe je voordeel ermee. Maar hoe ziet het eruit? Een aantal elementen daarvan. De eerste is, geef met vreugde. 2 Korinthe 9, vers 7. Geef met vreugde, vrijgevigheid. Doe het met vreugde. Doe het met vreugde. En ieder doet dat hij in zijn hart heeft voorgenomen. Ik kan niet vaak genoeg zeggen dat wat je geeft aan de Heer, aan de kerk, maar je geeft het aan Jezus, je investeert, dat doe je uit eigen beweging, niks moet. Je doet het omdat je geïnspireerd bent uit liefde voor hem en uit dankbaarheid. Nadat hij zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gegeven lief. Weet je wat daar staat in het Grieks, blijmoedig? Hilarios. Dat staat daar. God houdt ervan als je hilarisch gaat geven. Weet je dat? Sorry, dat is echt, dat is het Griekse woord. Spreuken 21, de begeerigheid begeert de ganse dag, maar de rechtvaardige geeft en houdt niet terug. Dus doe het met vreugde. Doe het met vreugde. De tweede is, geef onbaatzuchtig. Geef onbaatzuchtig, niet egoïstisch, maar gewoon om te geven. 2 Korinther 8 vers 4 nog een keer. Zijn vroeger met alle aandrang uit eigen beweging van ons de gunst deel te mogen nemen aan het dienstbetoon van de heiligen. Dat is wat de mensen die aandringen. Mag ik meedoen met dat offer, met wat we gaan brengen met elkaar. En ze gaven zich zoals we niet hadden durven verwachten, eerst aan de Heer en door de wil van God ook aan ons. Weet je, God gaf iets van zichzelf. In Johannes 3 vers 16, die komt op de, maar die ken je misschien wel uit je hoofd. Maar God gaf niet, als God iets geeft aan jou, dan geeft hij niet een soort 100 euro. Nou, kijk maar. Maar dan geeft hij iets van zichzelf. Hij geeft zijn zoon. Hij geeft iets van zichzelf, iets heel, heel kostbaars, zodat jij en ik eeuwig leven mogen hebben. Zo super is dat. Weet je, op dit moment is er iemand die tijd neemt, geeft iets van zichzelf in het kinderdagverblijf. Zodat jij hier kan zitten en kan genieten van de dienst. Iemand geeft iets van zijn muzikale talent aan de kerk, aan het Gods huis, zodat wij God kunnen aanbidden en hem kunnen ontmoeten. Iemand geeft tijd daar zo achter de camera, zodat wij kunnen kijken en zelfs Rotterdam kan meekijken. En kunnen genieten. En heel veel mensen in de livestream trouwens, als je kijkt online, van harte welkom. Weet je, dingen gebeuren omdat andere mensen dingen geven. Tijd, iets van zichzelf geven. Geef gewillig, punt 3. Geef gewillig. 2 Korinther 8, vers 12. Want als de bereidvaardigheid aanwezig is, is ze welkom. De bereidvaardigheid. In het Engels staat het dan nog iets mooier. Dan staat, for if the willingness is there, the gift is acceptable.
If the willingness is there. Als wat je gaat geven volgende week. En weet je, voor de een is een tientje veel. En voor de ander is 1000 euro mis je niet eens. En dat zijn wij als kerk, ik mag dankbaar zeggen dat we al die jaren, anders hadden we dit nooit kunnen doen. Dat we een vrijgevige kerk zijn, altijd geweest. Die echt houden van God en houden van zijn huis. We weten wat dat is om te investeren. Dat wil ik je mee bemoedigen en bedanken. Anders hadden we dit nooit kunnen doen, wat we nu zien om ons heen. Maar doe het altijd weer, weet je, met gewilligheid. Als de gewilligheid er is, dan is de gift acceptabel. Dan is de Heer daar blij mee. De vierde is, geef dankbaar. Geef dankbaar. Psalm 116, vers 12. In de Grootnieuwsbijbel, een iets andere vertaling. Hoe kan ik de Heer bedanken voor alles wat Hij deed? De beker zal ik naar Hem opheffen. Zijn naam zal ik uitroepen als dank voor mijn redding. En ik hoop dat jij, zoals je hier bent, dat je dat moment kent waar je heel bewust Jezus hebt leren kennen. Zeg, Heer, hoe kan ik u ooit bedanken? Ik mag voor altijd bij u zijn, ik mag in de hemel zijn. Mijn toekomst is verzekerd in u en in uw genade. Hoe kan ik u danken, Heer, voor uw goedheid vandaag, voor uw aanwezigheid, voor de Heilige Geest in mij, voor uw vreugde en vrede door alles heen. Hoe kan ik u genoeg danken, Heer? Hij heeft je gered. En hij heeft je gesteld op je voeten. Is hij bij mij ook mee bezig. Hij is me op mijn voeten aan het stellen. In 1 Kronieken 29. Wie toch ben ik? En wat is mijn volk dat wij in staat zouden zijn zulke vrijwillige gaven te schenken? Want het komt alles van u. En wij geven het uit uw hand. Eigenlijk heeft u het eerst ons gegeven. God geeft het jou. Als je salarissen krijgt, dan zeg je misschien, ja, maar daar heb ik hard voor gewerkt. Ah, maar je leven is van de Heer, je adem is van de Heer, je energie, je bent Gods kind. Alles is van Hem. Alles is van Hem. En als je dat begint te begrijpen, Hij geeft het je in bruikleen. Zeg, Heer, we geven aan U, maar eigenlijk heeft U het eerst aan ons gegeven. Ja, toch? Nummer 5, geef met opzet. Geef bewust met opzet. We hebben het net al gelezen, maar ik lees hem nog even, 2 Korinthe 9, vers 7 uit de Grootnieuwsbijbel, net andere vertaling, die soms zo mooi klinkt. Laat iedereen geven wat hij daartoe in zijn hart heeft besloten, zonder gevoelens van spijt of dwang. Want God houdt van de blijmoedige geven. Zelf kiezen, zelf bepalen. Dat is de reden waarom we een paar weken van tevoren al voor Hart voor het Huis met filmpjes beginnen en aankondigen. En zoals nu, voorbereiding op volgende week. Zodat je niet uit emotie iets doet volgende week. Maar dat je erover nagedacht hebt, hebt gebeden, voorgenomen in je hart, met je partner over gepraat als je een partner hebt. En dat je die de Heer kent. Anders zegt je partner misschien, wat? weet je, dat je daarover nagedacht, over gebeden hebt. Wat heb je bewust voorgenomen in je hart besloten? 1 Timotheus 6 vers 18, ook in de Grootnieuwsbijbel. Zeg hen wel te doen, rijk te worden in goede werken, vrijgevig te zijn, met anderen te delen, hebben we net gelezen. Zo verzekeren ze zich van een, dat vond ik een leuke, die heb ik ook onderstreept. Ja, daar is die onderstreept. Goede belegging, daar ga ik een paar minuten iets over zeggen. Een belegging, wist je dat? Dat je kan beleggen in het Koninkrijk van God. Ik was zo blij. In het Engels komt het altijd zo duidelijk. Investing, investeren. Die woorden komen zoveel voor in de Engelse Bijbel, maar in het Nederlands wordt allemaal van die vage woorden gebruikt. En gelukkig de Grootnieuwsbijbel zegt zoals het werkelijk is, investeer, een belegging. Ik hoop dat je volgende week gaat beleggen in het Koninkrijk van God. Met heel veel rendement. Want ik geloof elke belegging in het Koninkrijk van God gaat veel rendement opleveren. Eens? Die gedachte van beleggen gaan we zo een paar minuten op door. Is dat oké? Hier staat dat ze verzekerden zich van een goede belegging voor de toekomst. Om daarmee het echte leven te verwerven. Ja, ik dacht, wat staat er nou? Verweven, verwerven. Ik ben niet zo gewend de Grootnieuwsbijbel te lezen, meestal NBG. Maar ik vond dit zo'n mooie beleggen. Oké, dus dit is... We gaan daar een momentje over nadenken. Is dat oké? En er is een belofte van God bij. En je kent die belofte waarschijnlijk wel. Sorry. 1 Korinthe 9, vers 6. Ook in de Grootnieuwsbijbel. Denk eraan, wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Nou, we gaan even praten over een beetje investeren, beleggen in het Koninkrijk van God.
In Matthäus 6, vers 19, ik weet er zijn veel bijbelteksten, maar jouw connectleider krijgt een notes. Dus als je denkt, waar zat hij allemaal? Dan kan je dat op de connectgroep nog eens even met elkaar doorkijken. Maar de Heere Jezus zelf daar spreekt, hij zegt, verzamel je geen schatten op aarde, waar mot en roesten ontomen maken. Maar verzamel je schatten in de hemel. Daar gaan we het over hebben, beleggen in de hemel. We gaan elkaar helpen om echt te realiseren wat je geeft. Volgende week investeert. Je geeft niet aan de kerk omdat we de huur moeten of de hypotheek moeten betalen. Je investeert in Gods koninkrijk. Dat is zo'n andere kijk op een hart voor het huisoffer. Zoveel mooier, zoveel meer inspirerend. Ja toch? Verzamel je schat in de hemel waar de mot en de roesten niet onaantoonbaar maakt. Maar geen dieven inbreken. Want waar je schat is, daar zal je hart zijn. Daar waar je schat is, waar je geeft, waar je investeert. Als jij doet aan beleggingen, dan misschien deed je het eerst niet en dan ging je iets beleggen. Kijk hoe dat gaat. En dan zit je ineens steeds te kijken naar de koers. En toch van waar je in hebt belegd. Ineens, er is iets van je hart zit daarin. Vroeger keek je nooit. En nu denk je, hoe zit het? Gelukkig, een beetje omhoog. Maar ik moet zo doen, hè? Ik moet alles in spiegelbeeld. Ja. Oké, dus een paar facetten daarvan. Weet je, ik zal genieten voor altijd van wat ik investeer in de hemel. Als ik later bij de Heer ben, dan zal dat er nog steeds zijn. Ik heb geïnvesteerd in de hemel, hebben we net gelezen. Jezus zei het, waar je schatten zal je hart zijn. Verzamel schatten in de hemel. En de tweede, ik investeer in de hemel iedere keer als ik geld ten goede gebruik. Als ik het goed doe om God te dienen, dan is het een investering in de hemel. Ik lees eventjes de Living Bible 1 Timotheus 6 vers 18. En dan staat, als ik eventjes spring naar halverwege. By doing this, they will be storing up real treasure for themselves in heaven. Dat vond ik mooi. Vind je het mooi? Oh, moet je even over nadenken. Je bouwt treasures, kostbaarheden op in de hemel. Nou, hoe ziet dat eruit? Investeren in Gods, ik heb het maar even genoemd. Ik hoop dat je het leuk vindt, de woordspeling, Gods eeuwige fondsen. God heeft verschillende fondsen waar je in kan investeren. Net als dat wij fondsen hebben waar je in kan investeren, waar je kan beleggen. Ik noem er hier een paar en die zijn gelinkt aan de vier dingen die we doen als kerk. Want daar investeer je in. Daar investeer je in. Dus de eerste is Gods kasmiddelenfonds, heb ik hem even genoemd. Ofwel de schatkist. In het Engels zouden we zeggen de treasury fund. Daar kan je in investeren. Word je daar blij van of niet? Vind je dat leuk, die gedachte zo? Ik investeer mijn geld in de eeuwigheid, zodat mensen God leren kennen. Dat Gods huis wordt gebouwd en mensen thuis kunnen komen bij de Heer. Dat is zijn treasury fund, dat is zijn schatkist. Dat is het allerbelangrijkste voor de Heer, dat mensen Jezus leren kennen. Het eerste van de vier dingen die we doen. Mensen helpen Jezus te leren kennen en beter te leren kennen. Als ik investeer, als ik geef, als ik meedoe met Hart voor het Huis offer en elke week als ik mijn tiende betaal en als ik doe met de offers meedoe, dan investeer ik. En dan zeg je, ik investeer in dit fonds. En ik weet zeker dat het fonds heel veel winst gaat boeken. Niet alleen nu, maar tot in de eeuwigheid zal ik daarvan genieten. Misschien komen er wel mensen naar je toe die zeggen, jij kent me niet, maar dank je wel. Want je hebt meegebouwd en meegeïnvesteerd en daardoor ben ik in de kerk gekomen, heb Jezus leren kennen. Dank je wel voor je investment, voor je investering. Word je daar blij van, of niet? Ik vond het een mooie gedachte. Spreuken 3 vers 9, hij kwam net al voorbij. Dus daar hebben we hem nog een keer. Heel goed. Zelfde tekst als Jan Harm. Vereer de Heer met je rijkdom. De eerste dingen, al je inkomsten. Dan zul je schuur met overvloed worden gevuld. God zegt, doe het. Investeer. Investeer in mijn huis. 2 Korinieken 29 vers 3. Deze tekst gebruiken we vaak bij Hart voor het Huis offer. Omdat we willen zien, hey, waar komt het idee vandaan? David zei het. Toen zij de tempel gingen bouwen. En dan zei hij dit. Hij had al heel veel gegeven. En hij bereidt het voor. Er wordt een groot offer opgehaald onder het hele volk voor de bouw van de tempel. En dan staat er, nu schenk ik nog bovendien uit liefde voor het huis van mijn God. Van wat ik zelf aan goud en zilver bezit aan het huis van mijn God. Behalve wat ik voor het heiligdom al heb gereed gelegd. Dit is waar hij zegt, ik investeer nog meer. Ik geef nog uit liefde. Uit liefde voor Gods huis. Dus dat is de eerste Gods kasmiddelenfonds, is dat een woord? Bestaat dat? Vanaf nu wel, hè? Hoe heet dat ook weer? Scrabble of zoiets, dat spelletje? Onthoud deze.
Die raden ze nooit, die raden ze nooit. Dan heb je gelijk op een verjaardag een leuk gesprek. Wat is dat voor ding? De schatkist, de treasury fund. De tweede. In het Engels zou je het kunnen noemen mutual fund. Gods gemeenschappelijke fonds. Waar we de gemeenschap samen optrekken. Waar we investeren. We investeren één, dat mensen Jezus leren kennen. We bouwen deze kerk zodat mensen Jezus leren kennen. Twee, we bouwen de kerk, we hebben connectgroepen, we doen van alles zodat mensen... Ik investeer mijn geld in de eeuwigheid, zodat mensen in Gods vrijheid komen. Dat ze op een plek komen in een kleine groep, een cursus, Freedom in Christ, noem maar op. Dat we dat mogen kunnen maken, zodat mensen in de vrijheid kunnen komen van Jezus. Daar gaat mijn geld in zitten, daar gaat mijn offer. En als je het offer in gereedheid brengt, bid daarvoor. Ik geef die gewoon wat. Ik investeer. Ik investeer in Gods gemeenschapsfonds. Romeinen 12 vers 13 zegt, de bijdragend in de noden van de heiligen. Legt u toe op de gastvrijheid. Mag ik je bemoedigen als je connectleider bent en je koopt elke keer koffie en koekjes. En je koopt natuurlijk wat eten, want we eten bij de connectgroep. En je denkt wel eens, mensen, mag ik je bemoedigen? Dat is investeren. In Gods gemeenschapsfonds. Want je maakt het mogelijk dat mensen thuiskomen en dat mensen hem gaan leren kennen op de groep. Beter gaan leren in zijn vrijheid gaan komen. Ja toch? Bijdragend in de noden van de heiligen, leg je toe op de gastvrijheid. Het derde, Gods groeifonds. Ofwel de Grow Fund. Grow Fund. Ik investeer mijn geld in de eeuwigheid, zodat mensen God dienen met hun gaven en talenten. Ik wil dat mijn financiën, mijn investment, volgende week, dat bijdraagt aan mensen die beginnen te groeien en bloeien in hun gaven talenten die God ze geeft en God gaan dienen daarmee. Ja toch? Heb je er wel eens over nagedacht op die manier? Nee, dat zegt iemand, heel eerlijk. Hè? Weet je wat, we investeren in Gods koninkrijk, dat zeggen we vaak, maar ik dacht, laat ik dat eens koppelen aan de vier dingen die we doen. We bouwen Gods huis zodat mensen Jezus leren kennen en beter leren kennen. We bouwen connectgroepen zodat ze in zijn vrijheid en een nieuwe identiteit gaan komen. We helpen elkaar om gaven en talenten te ontdekken en om te gaan dienen, om God te dienen. Om God te dienen, om iets te doen voor hem. Om hem uit dankbaarheid, dien de Heer met vreugde. En daar investeren we in. In de Spreuken, Spreuken 23 vers 23 in de Message, buy wisdom. Buy education. Zie je, dan heb je die groei, heb je die ontwikkeling. Buy insight. In Spreuken 16 vers 16 in het Nederlands. Hoeveel beter is het wijsheid te verkrijgen dan goud? Hoeveel verkiezelijker is het verstand te verwerven dan zilver? Dit spreekt over de groei van mensen. Ontwikkeling en ontplooiing. Wij horen wel eens, dan word ik altijd blij. Ik heb dingen geleerd in de kerk die je kan gebruiken op mijn werk. Yes, dat is mooi. Zo zou het altijd eigenlijk moeten zijn. Ik heb dingen gehoord, geleerd in de kerk waardoor mijn huwelijk beter is geworden. Ik heb dingen geleerd in de kerk waardoor mijn opvoeding beter gaat. Dat is wat we bedoelen. Daar investeren we in. In het dienen van God en in hoe God mensen heeft gemaakt. En de wijsheid en de groei en de ontwikkeling en ontplooiing van mensen. Ja toch? En de vierde, de laatste. Ik wist de Beamer die vraagt zich af, gaan we dit ooit halen? Lieve mensen van de Beamer, dank jullie wel. Ik weet het, Joshua fluisterde in, dit zijn 81 slides op de Beamer. 81? Ik zei, ik heb vier A4'tjes maar. Wordt hard gewerkt daar ergens in dat hokje, dank je wel daarvoor. Maar ik denk dat we het redelijk gaan halen, de laatste. God's Global Fund, het wereldfonds. Ik investeer mijn geld in de eeuwigheid om mensen te helpen een verschil te maken in de wereld. In de wereld hier, de wereld waar we in leven, in de kerk, in de wereld rondom ons. En in de wereld verder weg. We hebben het wel eens over our home. Gods huis moet goed zijn. Our backyard, de stad. We hebben net gehoord wat we allemaal doen. En een deel van Hart voor het Huis willen we gebruiken om te geven. We geven al de dingen weg van Hart voor het Huis. En ik had op een of andere manier het verlangen om dingen te geven aan deze stad. Aan organisaties hier. En ook gewoon kerkplanting en kerkbouw in Nederland. En we geven altijd ook iets weg naar het buitenland. Maar ook hier, we willen hart hebben voor wat God aan het doen is in dit land. Ben je mee eens? In deze stad en in dit land. Gods Global Fund. Ik investeer mijn geld om mensen te helpen verschil te maken. Zowel hier thuis als in de grotere wereld waar we in leven. We maken het mogelijk. We maken mogelijk dat Rotterdam, Tilburg, de kerken waar we in onze familie mogen gewoon bijdragen. Een deel van jouw investering gaat daar naartoe. Een deel van je investering gaat naar... Volgende week krijg je een klein cadeautje en dan staan de
10 plaatsen op waar we op dit moment in Nederland bezig zijn. 10 verschillende steden. Als je Maasbracht een stad wil noemen. Maar Maasbracht die is bezig, dat weet je hè. Die knipoogt naar Roermond. En we hopen eigenlijk dat we vroeg of laat in Roermond echt een kerk mogen beginnen vanuit Maasbracht. Lucas 16 vers 9. Ik zeg jullie, maak vrienden met het onrechtvaardige geld. En dan zullen jullie wanneer het geen waarde meer heeft in de hemelse woning ontvangen worden. Laat ik daarmee afsluiten. Ik vind dat zo'n mooie tekst. Dat je in de hemel komt en dat mensen je komen bedanken. Misschien realiseren we ons dat helemaal niet. Hey, ik ben één blaadje kwijt. Misschien realiseren mensen ons, wij en ik, dat je in de hemel komt en dan komt er iemand met een Limburgs accent. En die woonde in Roermond toen hij nog op aarde woonde. En die zegt, je kent me niet. Maar jullie hebben meegebouwd. En ik ben tot bekering gekomen in de kerk. Die jullie mede hebben, waar jullie in hebben geïnvesteerd. Ik hoop zo dat je geïnspireerd bent. En begrijpt waar je geld naartoe gaat. Het is niet zo van, nou ja, we moeten, weet je wel, de rekeningen. Nee. Investeren in Jezus' naam. Vader, dank u wel, Heer. Dat we de kans krijgen. Dat u ons roept en dat wij mee mogen en willen doen om een verschil te maken. Te investeren in uw toekomst, in wat u doet, wat u aan het doen bent hier in Den Haag en in het land. Dank u wel in Rotterdam. Dank u wel, Vader, voor uw zegen. En ik bid zo dat iedereen komende week die dit hoort, gewoon in alle vrede en vreugde bij u zal zijn om te bidden. Om voor te bereiden, niet gedwongen. Niet uit schuld, maar uit inspiratie om te weten wat we mogen doen. Hoe kostbaar is het dat we verschil kunnen maken met onze investeringen in uw koninkrijk. In Jezus' naam. Amen. Amen. Laten we de Heer een applaus geven. Ik ga mijn bodyguards weer roepen. Laten we gaan staan. Wat gaan we doen? Een lied zingen? Yes, laten we gaan staan. Dan gaan we de Heer een moment aanbidden.